En achtjarige naïeve ik zat zo van: ja, ik ga alles op papier <laughs> opschrijven, want dan doet het het. Hallo, mijn naam is Christen Dekker. Ik ben 26 en ik ben momenteel werkzaam als docent en onderwijsontwikkelaar bij Codecafé. Hiervoor ben ik werkzaam geweest. Als docent ICT. En daarvoor ben ik als head of data intelligence werkzaam geweest. Mijn Tof marketing bro. Een wild ride. <laughs> Heel simpel gezegd. Ik ben sinds mijn achtste bezig met programmeren, zo ongeveer. En vanaf mijn twaalfde echt diep meer professioneel gericht. En om bij het begin te beginnen. Want ik was enorm fan van games en games gerelateerde serie als kind, uh, zoals Digimon. En op een gegeven moment, dat kan ik me nog heel goed herinneren, dat was voor de mensen die het zich kunnen herinneren, Rocket Power. Daar hebben ze op een gegeven moment, dat was zo'n aflevering, daar waren ze gamepjes in aan het bouwen. En ik weet nog dat ik dat ook wilde kunnen. En gelukkig kon ik terecht bij mijn vader, want die was programmeur. Vooral aan de webkant. Mijn vader die heeft toen op een gegeven moment met me gezeten en gezegd van... ...jongen, dit zijn variabelen, ga maar lekker spelen. En achtjarige naïeve ik zat zo van... ...ja, ik ga alles op papier <laughs> opschrijven, want dan doet het het. Want je bent een naïeve achtjarige, je bedenkt niet dat dat gewoon getypt moet worden. Ook al zie je dit gebeuren. En nou, op den duur kwam ik tot de conclusie, hé, hey, dit werkt helemaal niet... En ben ik naar html, css, php en toen nog uh, flash, actionscript, verschoven. En actionscript was wild. Ik heb daar heel veel onnozele applicaties mee gebouwd die heel weinig deden en heel veel geheugen kostten. Nou, zo gezegd hebbend, ik heb me daar tot, uh, wat zal het zijn, mijn twaalfde in verdiept en toen... Daar heb ik de stoute schoenen aangetrokken en gezegd, mam, pap, ik wil websites voor mensen maken. En ik heb gelukkig heel supportieve ouders gehad wat dat betreft. Die zeiden, weet je jongen, als jij dat kan, doe dat maar. Zodoende, ik heb uh, mijn eerste klantjes binnengehaald en ik merkte ja, dat, dat het me wel goed afging. En dit was de minst conventionele baan die een jong kind zich kon wensen. En dat was super cool voor mijn gevoel. Nou, je raadt het denk ik al, het bloedkruid waar het niet gaan kan. En ik kwam toch terug bij het stukje game development en hoe dat nou werkte. Dat was rond mijn veertiende. Toen ben ik in Game Maker Studio, Unity, Unreal gedoken. En heb ik mezelf onder andere C-Sharp aangeleerd. En heb mijn eerste applicaties gebouwd in Visual Studio. Daarna heb ik mezelf daar verder in verdiept. Ik ben meer de object-oriented talen ingedoken. Waar ik niet per se het meest trots op ben, maar wat gevoelsmatig mijn grootste achievement is geweest, is die eigen game engine bouwen. Want het was toegepast, je werkte naar iets toe en daarna was het dusdanig goed worden in websites bouwen dat ik daar een award mee gewonnen heb. Toffe projecten voor mezelf kunnen bouwen. Ik ben nu bezig, want ik ben ook Dungeon Master. Ja, full on nerd, dat gaan we nu. Uh, <laughs> met een projectje voor mijn Arduino. Waar ik ga proberen om een turn counter met uh, dice rolls voor de vijand karakters in te bouwen. Ik weet nog niet hoe dat gaat lukken, maar daar ben ik nu mee bezig. In principe heb je twee vormen van taal: Je hebt de web-based talen en je hebt de object-oriented talen. Ik denk dat met hindsight meegenomen en mijn verschuiving naar object-oriented talen, dat ik daar wellicht eerder de focus op had gelegd. Als ik uiteindelijk kijk naar wat vind ik tof en waar verdien ik nu gewoon feitelijk mijn brood mee, is het mijn kennis over object-oriented talen. Had ik graag tegen 14-jarige, niet 12-jarige ik, want 12-jarige ik moet gewoon lekker kunnen spelen, maar had ik gezegd, jongen... Vanaf nu ga je je focussen aan één van die twee zijden. Je gaat of web-based of object-oriented. En waar haal jij het meeste plezier uit? Wat ik het belangrijkste vind aan uiteindelijk een beroep uitoefenen is mijn eigen werkplezier erin. En wat kan ik er het meeste mee? En zoals men zegt, het is niet toffer dan van je hobby je beroep maken. En dat had ik mezelf dan ook heel graag verteld. Je bent net begonnen met die taal leren. Volg tutorials. Ga niet op die 20 miljoen keer het wiel zelf proberen uit te vinden. En probeer mee te doen aan publieke challenges. Dat klinkt heel eng, maar de meeste challenges, hackathons, game jams, voor dat matter zijn heel toegankelijk. En het ergste wat er kan gebeuren is dat je niet wint. Even Christen Dekker vanaf de volgende aflevering, de host van. If dan een serie video's waar ik het met docenten van Codecafe ga hebben over hun weg door het programmeerlandschap heen, wat ze tof vinden, rommelig die weg is geweest, wat ze anders hebben gedaan en tips voor jullie. Tot de volgende!